Yo, what up, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag een hele serieuze video. Ik ben ongeveer nu 2 weken geleden ben ik beroofd van een van mijn nieuwste camera's. Het was een woensdag, ik was de dag zelf, was ik met Jilea. En ik was thuis. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan thuis binnen met Jilea. Maar je merkt gewoon nu dat ze steeds meer kan lopen. Ze wil gaan spelen. Ze vindt het leuk als ze de schoentjes aan heeft. Dus wat dacht ik, weet je wat, ik neem mijn camera mee en we gaan gewoon gezellig een dagje lekker hier een beetje in de buurt zitten wandelen. Want hier achter bij ons heb je een park. We keken naar buiten. Het was mooi weer. De zon scheen. Het was wel wat kouder. Maar dat in principe is het best te doen als je op het moment dat je lekker aan het wandelen bent. En dat is hartstikke fijn om een beetje een lekker frisse neus te halen. We hebben ons aangekleed, schoentjes aangedaan. Jilea helemaal blij dat ze de schoenen weer aan mocht en jassen aan mocht. En eigenlijk zijn we toen langzaam maar zeker gaan wandelen naar het park. Onderweg gewoon nog leuke dingen gezien, een beetje kennis gemaakt met nieuwe buren. Ook natuurlijk verteld wat ik aan het doen was, leuke filmpjes aan het schieten was voor mijn vlog. De rest van de middag, ongeveer een uurtje zo, hebben we buiten gestaan en was ik alleen maar leuke shots aan het maken. Het was toen we naar buiten gingen, was het denk ik rond 3:00. En we kwamen aan, denk rond 3:45. Was ik er een beetje klaar mee. Jilea was ook al klaar mee. Het was natuurlijk allemaal een beetje frisser. Dus het was niet echt, ik zeg van, het is heel erg lekker om buiten te gaan wandelen. Kijk, Jilea vindt het wel leuk. En die wil graag alleen wandelen. Dus op het moment, ja, ze heeft nog kleine beentjes, net als ik. Wandelen duurt natuurlijk wel een stuk langer, aangezien zij natuurlijk alles nog aan het ontdekken is. Tegelijkertijd was ze natuurlijk ook nog wel andere filmpjes aan het schieten en foto's aan het maken van haar, dat zij lekker aan het spelen is. Tot het moment dat ik eigenlijk de laatste paar shots aan het maken was, eigenlijk om een soort van invulling te geven aan de video. Mensen die voorbij fietsen, mensen die voorbij wandelen. Een stukje natuur, was ik eigenlijk klaar. Was ik aan het kijken of ik voldoende beeldmateriaal had. Dat de shots van Jilea allemaal goed gelukt waren. Ik had mijn camera toen op een statief staan. Op het moment dat, dat ik aan het scrollen was door de foto's heen en de video's heen die ik had gemaakt, werd er plotseling van achteren kwam iemand aanrijden op een scooter. En die nam mijn statief inclusief camera mee. Op dat moment wou ik keihard achter die scooter aanrennen, maar tegelijkertijd had ik Jilea ook vast en ik kon niet twee dingen tegelijk doen. Ik dacht, of ik moet Jilea achterlaten, achter de scooter aan gaan rennen. Het heeft niet zoveel zin, ik achter een scooter aan gaan rennen en mijn dochter achterlaten. Op het moment dat het gebeurde, wilde ik eigenlijk achter ze aanrennen, maar tegelijkertijd dacht ik ook van ja, wat heeft het eigenlijk voor zin? Want ze zijn veel sneller en ik zit nog met mijn dochtertje. Door boosheid en frustratie zat ik echt van oké, ik wil ze achteraan gaan. Tegelijkertijd kan ik het ook niet, dus ik hield Jilea maar gewoon vast en ik om me heen gekeken, er was helemaal niemand. Dus niemand die het ook gezien had, niemand die me kon helpen. Ik voelde me op dat moment heel erg machteloos en toen ben ik naar huis toe gelopen, gefrustreerd, politie gebeld en de politie zei van ja, je kan aangifte doen. De eerstvolgende mogelijkheid dat je aangifte kon doen is pas vrijdag. En dat heb ik toen gedaan. Mijn gegevens en papierwerk heb ik allemaal naar de verzekering toegestuurd. Weet je, die hele verzekering boeit me geen ene drol. Maar ging het meer om, ik ben mijn camera kwijt en mijn geheugenkaartje en daar zat alles op. Ik had daar meerdere beelden op, veel materiaal van andere video's die ik daadwerkelijk ook nog zou willen publiceren. Maar die ben ik gewoon kwijt en dat krijg ik ook niet meer terug, want die momenten zijn voorbij. Dus dat was mijn verhaal. Dit is het einde van de video. Like, deel, abonneer.
En ik hoop de eerste volgende keer dat jullie me ziet dat het op een nieuwe kamer is. Laters.